In deze film verdraaien we gebouwen. En gebouwen verdraaien is op zich helemaal niet zo moeilijk in Photoshop. Daar zit een hele aparte functie voor ingebouwd. En voordat ik die functie open, dupliceer ik eerst even deze laag. Dat doe ik met Ctrl J, zodat ik dadelijk altijd nog het verschil kan laten zien met de oorspronkelijke. Om een gebouw te verdraaien gaan we eigenlijk spelen met het perspectief. En het filter wat we moeten hebben, dat zit hierbij Bewerken en dan heb je daar Perspectief Verdraaien. En het filter Perspectief Verdraaien dat opent zich hierboven en dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt enerzijds de layout en je hebt anderzijds het verdraaien. Je gaat eerst je foto instellen. Je gaat een soort grid maken over hoe je hem dadelijk wil laten rekenen. En daarna ga je hem pas verdraaien. Dus je zorgt dat de knop Layout aangevingd staat. En dan kun je aan de slag. En wat je eigenlijk doet, is je trekt gewoon een kader over je foto. En als je dat loslaat, dan blijft het ook gewoon staan. Nu kun je dit gewoon willekeurig over je foto gooien. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Wat je eigenlijk moet doen, is dit kader gewoon op een zijde van je gebouw plaatsen. Dus ik heb dit gebouw gefotografeerd en ik heb eh, hier aan de linkerkant de entree en hier aan de rechterkant zit gewoon de zijkant. Nou, hier tussenin loopt dan de hoek van het gebouw waarover ik dadelijk wil gaan verdraaien. Dus mijn lijn moet onder andere op die hoek staan. Dus ik ga gewoon de puntjes op de hoeken oppakken en ik ga het gewoon verslepen net zolang totdat het goed staat. En aan de zijkant zet ik het gewoon netjes op de rand van het gebouw. Ik heb hier gefotografeerd met een 24 mm, dus het staat niet helemaal recht, maar dat geeft op zich niet zo. En voor wat betreft de hoogte ga ik gewoon naar de punt van het gebouw en zet ik deze lijn horizontaal, ongeveer op het oog. En de onderkant schuif ik ook iets in zodat dit puntje hieronder gewoon ook netjes er binnen valt. En dit vlak dekt eigenlijk dadelijk de entreezijde van het gebouw af. Moet er nog een tweede raster bij komen. En dat raster dat moet natuurlijk aan de zijkant van het gebouw komen. En daarmee definiëren we in Photoshop wat ons gebouw is. En ik trek gewoon een nieuw kader. En als ik in de buurt van het andere kader kom, dan zie je dat mijn lijnen verkleuren. Er komt een, een grijze lijn omheen. En als ik ze dan loslaat, dan wordt die daar aangekoppeld. Nou, ook, ook hier zet ik de horizontale lijnen een klein beetje rechter. En zo is het op zich wel goed. Nu heb ik mijn gebouw aardig ingekaderd en kan ik naar de module verdraaien. Dus als je daarop klikt, dan zie je dat er het een en het ander verspringt en mijn witte bolletjes op de hoeken worden ook zwarte bolletjes. Een van de eerste dingen die je kunt gaan doen is het rechtzetten van alle lijnen. Je ziet dat de lijnen in mijn kader toch niet helemaal recht lopen, maar er zit een handige functie in waarbij je gewoon in één keer alle verticale lijnen recht kunt zetten. En daar past hij je foto ook op aan. En die functie die vind je hier. En je ziet, er verandert een klein beetje aan mijn foto. En mijn gebouw staat iets rechter. Je kunt ook de horizontale lijnen aanpassen. Laat ik daar gewoon eens op klikken voor de gein. Of de horizontale en de verticale. En dan staat het in dit geval eigenlijk het beste. En dan is het nu zaak dat we het gaan verdraaien. En het verdraaien van het gebouw dat is op zich helemaal niet moeilijk. Photoshop weet nu van er zijn twee kaders, daar moet ik rekening mee houden. En ik mag me uitleven op wat ik eigenlijk wil doen. En je doet dat het meest eenvoudige door gewoon het zwarte bolletje op te pakken als je erbij gaat staan, ingedrukt te houden de muisknop, en dan kun je hem verslepen. En je ziet aan de foto wat er gebeurt. Heel mijn gebouw wordt eigenlijk uit zijn verband getrokken. Nou, dat is in dit geval natuurlijk niet de bedoeling en dat hoeft ook niet. Dit kan gewoon veel makkelijker in één keer. Ik maak dit eventjes ongedaan. Dat doe ik met de sneltoets Ctrl-Z. Maar ik kan dus niet alleen een individueel punt verslepen. Ik kan ook zeggen: koppel dit aan een ander punt. Ik kan dit middelste punt hierboven koppelen aan dat onderste middelste punt. En dat komt omdat er een lijn tussen staat. En het enige wat ik daarvoor hoef te doen is de shift ingedrukt te houden en op de lijn gaan staan. Dan wordt die geel. En als ik dan klik. En de shift loslaat, dan blijft die ook geel. En dat betekent dat deze twee punten aan elkaar gekoppeld zijn. Ga ik nu namelijk met het bovenste punt slepen, dan gaat het onderste punt evenredig mee. En je ziet dat mijn gebouw dan eigenlijk gewoon netjes verdraait. En het is niet alleen het gebouw wat verdraait, ook de sloot hieronder schuift gewoon mee. Hij past het aan over de hele foto, maar we zijn door het kader geconcentreerd op het gebouw. Kun je dit overdrijven? Ja, natuurlijk. Je kunt dit helemaal opzij trekken. Wordt dat fraai? Dat is een tweede. Um, ik denk niet dat dit nog natuurgetrouw is, zeker niet in de sloot. Maar dat kan ik eventueel zometeen nog corrigeren. Maar ik denk niet dat dit een uh, reële weergave van het gebouw is. Ik zou zeggen blijf hier dus ook gewoon een klein beetje met maten werken. Als ik terug ga naar de oorspronkelijke positie en ik zet hem nog even opnieuw recht. Ik denk bijvoorbeeld dat een verdraaiing als dit ongeveer wel kan, maar dat je eigenlijk niet veel verder moet gaan. Nou, en als je hiermee klaar bent, dan druk je gewoon op het vinkje hierboven. Photoshop gaat aan het rekenen en jouw nieuwe laag zal gewoon dit nieuwe perspectief krijgen. Als ik dan nog even terug ga naar de originele vorm en wat we nu hebben, dan zie je ook dat de sloot ja, toch wel aardig is meegegaan. En als ik dat hieronder nog wil corrigeren, dan kan ik dat heel eenvoudig. Omdat mijn originele foto eronder ligt en mijn getransformeerde foto erboven, kan ik bij die getransformeerde foto een klein stukje uitmaskeren. En dat doe ik heel eenvoudig door hieronder bij het witte vierkantje met het zwarte bolletje een masker te maken. En ik selecteer een kwast. Nou, die is in dit geval al geselecteerd. En als ik nu de achtergrondlaag even uitzet, dan zie je duidelijker wat er gebeurt. Ik kan hier bijvoorbeeld zeggen van nou dit stuk sloot, dat moet je wegmaskeren. Dat moet je niet laten zien. En als ik dan de onderliggende achtergrondlaag aanzet, dan zie je dat die sloot net iets mooier uitkomt. Dit is bijvoorbeeld zonder masker. En dit is en dit is met het masker. En dan heb ik dus gewoon het origineel wat eronder ligt, wat naar boven komt. En zo eenvoudig is het dus om een gebouw te verdraaien in Photoshop. Daar hoef je helemaal niet ingewikkeld voor te doen. Daar zit dus het eigen filter in, perspectief verdraaien. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.